Ja, goeie avond allemaal. Nou, jullie stromen weer binnen, zie ik. Ik zie Dorinda is erbij, een heleboel mensen op Facebook zijn erbij. Jinske Storm, een hele leuke naam. Storm natuurlijk vooral, want wij hebben ook een storm. En ik zet nog even hier op de smartphone ook de Facebookgroep aan, zodat ik jullie reacties kan proberen te zien. Soms zie ik ze wel, soms zie ik ze niet. Maar dan kan ik in ieder geval kijken wat jullie naam is. Zo, ging een beetje warrig. Even kijken hoor, zoeken naar de live-uitzending. Dus even verversen. En daar zijn we. Zo. Oké, ik zie Rochella, Eunice, Hanneke, Marianne, Lydia, Maaike, Chanel, Miranda. Die zijn onder andere aanwezig op Facebook. Hartstikke leuk. Welkom. Het is alweer donderdag. De tijd die vliegt. En het is ook nog eens heel mooi weer. Het was echt heerlijk genieten van het zonnetje. Als je even aan het wandelen was met je hond. Dus geniet er nog even van voordat straks het gaat stormen en de blaadjes van de bomen vallen. Hoewel dat ook een heel erg mooi seizoen is. Want in het seizoen kun je bijvoorbeeld hele gave silhouetfoto's maken. Zoals deze. Dit is een foto van Jill. En je ziet de blaadjes zijn helemaal van de bomen. Maar ook in de winter heb je schitterende kleuren, fantastische luchten. En als je dan rekening houdt met de compositie, dus de lijnen in de foto, de indeling van de foto, dan kun je fantastische, bijvoorbeeld zoals deze, silhouetfoto's maken. Dus niet getreurd als het wat kouder wordt en ander weer, want elk seizoen heeft zo zijn charme en voordelen. Bijvoorbeeld, een voordeel is ook dat je gewoon, als je met je hond op de bank ligt, een foto kunt maken van zijn schitterende snuit en neus. En de achtergrond van deze foto is mijn donkerblauwe spijkerbroek. En het licht komt heel zachtjes door het raam naar binnen. Storm die was heerlijk aan het bank hangen. Nou ja, broek hangen eigenlijk. En ik dacht, nou weet je, hier maak ik gewoon meteen een foto van. Dus je hoeft niet per se je hond te laten poseren om de meest fantastische foto's te maken. Gewoon met huistuin en keukenmiddelen kun je foto's maken. En ook zoals deze. Het wordt straks vroeg donker. Maak er gebruik van. Ga helemaal los met low-key fotografie en verschillende manieren van belichten. Nou, dit is split light bijvoorbeeld. Hè. Dus dan komt het licht echt van één kant en de rest is donker. En ook dit is gewoon gemaakt met huistuin, keukenmiddelen en de smartphone. En jullie krijgen zaterdag. Ik moest even nadenken welke dag zitten we nu. Zaterdag krijg je van mij de bonusles. En die bonusles gaat over deze foto's. Hoe maak je nou zelf deze foto's? Heel erg gaaf. Dus iets om naar uit te kijken. Jullie zijn nog niet van mij af, mocht je dat denken. Nou, inmiddels is iedereen een beetje binnengestroomd, hè? Even kijken, ik scroll naar beneden. Alles werkt prima, zegt Ina. Nou, gelukkig maar. Ik krijg ook geen melding dat het niet werkt. Dus anders had Chantal al helemaal in paniek mij gebeld en een duif via zo uit het raam gegooid en dat hij hier dan naar binnen vloog. Een soort postduif. Dat het maar snel zaterdag is. Ja, je moet wel iets houden om naar uit te kijken natuurlijk. Over naar uitkijken gesproken, vergeet niet dat je ook een heel mooi album krijgt. Deze is iets anders, want deze zijn niet meer leverbaar. Nou, ik heb erop zitten knoeien, zie ik alweer. Maar je krijgt een heel mooi album, echt een kwaliteitsalbum. Eén iemand, wat doe je daarvoor? Wat was het ook alweer? Gewoon de foto's in de groep plaatsen. En één foto die mij aanspreekt. Maar er zijn al heel veel foto's die me aanspreken. Maar een foto die me aanspreekt, die een verhaal vertelt. Of die iets met mij doet, die krijgt dit album. Ja, de foto krijgt niet het album. Maar de eigenaar van de foto krijgt een album. Natuurlijk niet met Jill erop, maar met je eigen foto's. Nou, dat album maak ik dan heel erg mooi op voor je. En dat krijg je dan thuisgestuurd. Dus dat zit er ook nog bij als cadeautje. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om te geven en om mensen blij te maken. Nou, wat is er veranderd? Is er iets veranderd? Wie ziet er dat er iets is veranderd? Of is dat allemaal al gezegd en heb ik dat niet gezien? Omdat ik gewoon meteen weer vol enthousiasme van... Zou Saskia weer een flinke kan water meenemen? Ja, ik heb weer... Ik heb al bijgeschonken ook. Geen idee of je geluid hoort trouwens als de timer loopt. Maar anders heb je gehoord dat ik inderdaad water aan het bijschenken was.
Ik en mijn gelukje zijn erbij. Diana die heeft het al gezien. Maar ja, Diana die doet ook al mee met het vervolg. Die kent mij al een tijdje. Dus die ziet meteen wat er veranderd is natuurlijk. Ja, de foto achter mij en het fotolijstje in de kast. Klopt, want vandaag is het de dag van geluksmomentjes. Dus ook een beetje herinneringen. En ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Maar als je aan geluksmomentjes denkt, denk je aan meer nog dan je hond. Dus er zijn meer dingen in mijn leven in ieder geval die voor mij heel belangrijk zijn. Eén daarvan is mijn oma. Hier sta ik met mijn zusje. Mijn zusje is ook heel belangrijk. Maar die leeft gelukkig nog en oma niet meer. Dus dit is mijn oma en die is zo ontzettend creatief. Dat is echt een creatief mens. Voor alles een oplossing. Altijd voor andere mensen zorgen. Ze is Fries. Ik ben half Fries ook. Dus Friesland boppen. Voor degenen die ook Fries zijn. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Vandaag geef ik oma een plekje hier achter mij. Zo, dan kan ze meekijken naar de live-uitzending. Want ze vond het zo ontzettend leuk wat ik deed met die smartphone. En ze had ook zo'n koelkast van een telefoon met hele grote knoppen zelf. Dus daar kon ze nog geen foto mee maken, maar toch. En deze foto van Storm inderdaad. En hij is ook nog een maatje groter dan de foto's die hier afgelopen week hingen. Dit is 100 bij 80 centimeter. En dit is in Noorwegen. Dus wij waren op huwelijksreis in Scandinavië. En deze foto is in een fjord in Noorwegen gemaakt. Hij lijkt overbelicht, maar dat is niet zo. Dat komt omdat ik hier een extra lamp heb staan om mezelf goed te belichten. Zie je trouwens het verschil over licht gesproken? Dat is leuk. Laat ik even zien. Kijk, een wit blaadje. Ik ga even wat groter maken. Hè, gisteren hadden we het over belichting. Kijk eens wat er gebeurt. Het enige wat ik doe. En dit is geen smartphonecamera, maar een webcam. Het enige wat ik doe is een wit vlak toevoegen. En wat gebeurt er dan? Behalve dat je een extra wit vlak ziet. De foto, het beeld, de video bedoel ik, wordt veel donkerder. Ik haal het vlak weg en de belichting is anders. Dit is dus de impact van wat jouw camera ziet aan licht en donker. Haal ik nu één vlak weg, dan verandert het ook weer. Gaaf, hè? Dus dit is echt het voorbeeld. En het wordt weer lichter. Dus nou ja, nu is Storm zijn kop te licht. Maar ja, ik ben in ieder geval wel goed belicht. Ik kan natuurlijk ook de hele live-uitzending zo gaan zitten. Maar ja, dat is misschien wat onpersoonlijk. Dus groot verschil. En meteen een duidelijk voorbeeld voor jullie hoe dat dus werkt. Met camera's. Alle camera's denken zo voor de hoeveelheid hersentjes die ze hebben. Mijn Friese oma heette Zwaantje en was ook zo lief. Ah, wat een mooie naam. En mijn Friese oma heet Annie. Nou, allemaal Friezen. Allemaal Friezen hier. Oké. Heel veel us. Ik ben een beetje van slag. Dat komt omdat ik het net over oma had, denk ik. Weet ik wel zeker. We gaan starten vandaag weer met foto's uit de groep. Heel veel, dus zet je schrap. Dan kun je natuurlijk ook vragen stellen. Jullie kennen het inmiddels, de drill, 3 vraagtekens als je een vraag hebt, zodat we je vraag kunnen zien. Ik zal proberen tussendoor wat vragen te beantwoorden, dat ze niet allemaal tot op het eind hoeven te wachten. Want jullie hebben fantastische foto's gemaakt van jullie schatten en die ga ik nu laten zien. Moet ik wel op het juiste knopje drukken. Waar is mijn juiste knopje? Doedoep, 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 doedoep. Heel veel knopjes heb ik hier. Even kijken. Daar is die. Zo snel raak ik niet in de stress hoor. Ik denk jullie wachten wel. Heb je even zo'n zen momentje. Foto. Even kijken, een foto van Zire, 2-in-1. Je hebt gespeeld met lichtinval en een geluksmomentje. Een rustig ontspannen pup die heerlijk bij me komt liggen. En dat tussen alle puberale buien door. Nou, sterkte nog even de komende maanden, maar een heel groot verschil met licht. Jullie zagen het net ook hier live met het witte papiertje. En de ene foto is ook witter en de andere foto is iets geler. Dat heeft te maken met de witbalans. Vandaag is hier het licht op een of andere manier ook wat geler. Het licht niet, maar de camera denkt dat, want deze muur is eigenlijk wit. Maar
De camera denkt dat hij een beetje moet corrigeren naar geel. Dus als jullie denken dat ik geelzucht heb, dat is niet zo. Mijn webcam is een beetje van slag. Nou, hele mooie foto. De pup kijkt in de lens, dus maakt contact met ons. En dit is dus ook meteen een geluksmomentje. Ria, die zegt, ik geniet elke dag van een heerlijke wandeling met mijn 3 hondjes. Ik zit niet op Twitter, maar heb toch 3 volgers. Hartstikke idee. Elke volger is er 1, zeg ik altijd tegen wandelaars. Oh, ik snap hem. Je bedoelt die 3 volgers. Die is nog beter, Ria. Je geniet van dit mooie rijtje van hondjes. Daarna samen heerlijk rusten dicht bij elkaar. Nou, wat een heerlijk leven hebben jouw honden. Peggy, een moment. Ik weet zeker dat hij zich gelukkig voelde. Zeker heeft hij zo 5 minuten gezeten. En dat als je 20 weken bent. Ja, nou dan is hij helemaal op zijn gemak. Hartstikke tof. En dan is hij gewoon helemaal relaxed. Hij houdt van vakantie gaan, Peggy. Dus goede reden om op vakantie te gaan voor jou. Jet zegt, mooi zoals Charlie me kliert en zichzelf vermaakt als ik mijn oefeningen doe. Heel wazig, maar dierbaar. En bij de wandeling ging door me heen me and my shadow. Hier zien we jouw foto's. Jouw foto's zijn nog iets groter. En inderdaad, de me en mijn shadow kwam vaker voor in de groep. En dat spelen met hoe heet zo'n ding, afwasborstel, is natuurlijk heel grappig. Altijd handig als die dat kon brengen. Zou die nou ook nog de afwas doen, dan is het helemaal ideaal natuurlijk. Dan Piki Wilderman, geluksmomentjes. We zijn voor het eerst met Juma een weekje weg. Hij geniet en wij natuurlijk ook. Geniet ervan inderdaad, mooi die heide zo. En samen op pad zijn is natuurlijk fantastisch. Monique die zegt, wat een superleuke opdracht. Les 4, geluksmomentjes. Laat ik die nou toevallig heel veel hebben en heel veel vastleggen. Een van de geluksmomenten van Max en mij is samen koffie drinken buiten in de zon. Dat was vandaag een perfecte dag voor. Iris, als ik denk aan geluksmomenten, dan denk ik meteen aan deze foto's. Ik ben zo blij dat ik deze foto's heb gemaakt van onze lieve Dirk. En inmiddels is hij overleden. Hij wilde altijd dicht tegen me aan liggen, dus ook in de hangmat. Hij was ook goed in fotobombing. Hij wilde zelf heel graag op de foto. De laatste 2 foto's geven precies weer hoe Dirk was. Een lekkere dromer die maar wat te graag op de foto ging. Nou Iris, dit zijn onbetaalbare momenten. Heel erg waardevol. Dus bewaar ze goed. Maak backups van je foto's. Want dit is natuurlijk het belangrijkste dat je die herinneringen nog hebt. Er waren meer mensen die herinneringen hebben gedeeld in de groep. Dat is ook prima natuurlijk. Hè? Dat, roept ook wel, dat roep ik ook wel een beetje op met de opdracht. En dat begrijp ik ook helemaal. Dus af en toe zal hier iets tussen zitten van een mooie herinnering. En het was natuurlijk vandaag ook heel erg fijn om geluksmomentjes te fotograferen van vandaag met je hond. Nou, Canadian Corner. Kom jij ook echt uit Canada? Canadian Corner. Ben ik even nieuwsgierig naar. Geluksmomentje. Hier word je toch alleen maar blij van. Dat heerlijke kopje in je nek. En dan lekker friemelen. Want daar komt ze voor. Echt allebei kijken jullie de lens in met twinkeloogjes. Heel mooi en typisch zoals jullie situatie is. Dus heel goed dat je daar een selfie van hebt gemaakt. Elke die zegt, Lucy en wij nu ondertussen, sorry, ik begin even opnieuw. Lucy hebben wij nu ondertussen 1 jaar bij ons. Ze heeft het al moeilijk gehad, is ondertussen ook al aan alle 2 achterpoten geopereerd. Maar je ziet dat ze alle dagen verder opbloeit. En ze tovert iedere dag een glimlach op ons gezicht met haar gekke kuren. Ja, ook als je hond een gekke 5 minuten momentje heeft, dan ik moet dan vaak wel lachen. Storm moeten we dan een beetje afremmen, want die vindt het dan lastig om te stoppen. Maar dat is natuurlijk geweldig. Ik vind deze foto ook heel erg grappig. Dus hier is de poot zo op je hoofd en dat hoofd ook voor jou erbij, Elke. Erg leuke selfie. Canadian Corner, kun je lekker eten? Ah, oké. Okay. Nou, weer wat geleerd. John Duif, John River, die speelt ballenbingo. Heel erg leuk, ik had dat niet eerder gezien op zoek naar snoepjes. Nou, voor zover ik het zie, is het gewoon een soort cupcake-achtige plaat. Maar dan stop je tennisballen erin en onder de tennisballen stop je de koekjes.
Heel erg leuk idee. En zeker voor ballen gekke honden is het natuurlijk een Walhalla of een Walballa. Is misschien nog beter. Hele leuke foto's ook heb je ervan gemaakt vanuit verschillend standpunt. Francina die schrijft, dit was mijn geluksmomentje van de dag. Moos die het heerlijk vindt om geknuffeld te worden en zich daar ook volkomen aan overgeeft. En als je als beloning de gekste bekken te zien krijgt, heerlijk dat momentje tussen hem en mij. Nou, gekke bekken ben ik altijd voor. Ik probeer ze zelf zo min mogelijk te trekken, maar Storm die kan er ook wat van. En als je dat op de foto zet, dan kun je met een glimlach weer terugkijken naar dat moment. Wilma Rosse die zegt, ik ben ontroerd door jullie mooie foto's. Hier een paar van Roy, mijn Roemeense vriend. Hij is 9,5 een maand en 4,5 een maand bij jou, Wilma. En je hebt gelukkig ook een foto van toen hij daar nog was en heel klein. Ja, echt een klein friemeltje. En hier zien we echt een hond die het heel erg naar zijn zin heeft. En relaxed en onderzoekend op de foto staat, volgens mij. Renate die zegt, dit zijn wat geluksmomenten van Willem, maar waar ik net zo hard van meegeniet. Willem woont sinds half mei bij mij. Ik ben zijn derde baasje in 2 jaar tijd. Wat er niet de oorzaak is van gedrag of iets dergelijks van Willem, maar van overmacht. Hij is goed tot rust gekomen, leert letterlijk spelen en wordt blij van een muizenrol. Van origine komt hij uit Griekenland. De foto's die ik van de stichting heb gekregen van zijn tijd daar zal ik jullie besparen. Dat lijkt me inderdaad ook heel erg naar. En blij dat hij zo'n mooi huis bij jou heeft gevonden, Renate. Nathalie die zegt, een van de geluksmomentjes is voor ons het moment dat Saar nu 1 jaar in ons en Tess haar leven kwam. Ze zijn dikke vriendinnen geworden. Ja, een hele aandoenlijke foto. Ook vanwege het contrast van zwart en blond. Dat balletje erbij, dat is misschien een gemeenschappelijke interesse. Dit is eigenlijk ook wat ze noemen juxtaposition, dus een tegenstelling. De tegenstelling hier is eigenlijk warmte en koel van het beton, maar ook leven en zeg maar, ja, beton leeft soort van niet. Dus dat is ook een tegenstelling. En dan heb je zwart en wit en dat is ook een tegenstelling. Dus interessante foto, Nathalie. Gerdy, die zegt, dag 4, Olly, mijn schaduw, mijn alles, staat met zijn 4 jaren superveel vastgelegd op beeld. Maar foto 1 en 2 zijn uniek. Vandaag genomen in het kader van de dagelijkse dingen. Ik moest even je afkorting analyseren. Daarnaast houdt mijn muchacho, zoals ik hem vaak noem, ik ben niet zo goed in Spaans als het Spaans is, van zonne koekjes heel af en toe een knuffel, mij altijd op de voet volgen en slapen in de meest rare houdingen. En hoe geweldig is het dat je vandaag dus 2 unieke foto's hebt kunnen vastleggen. Nou ja, plassen moeten we allemaal wel een keer. En die andere weet ik niet precies wat daar gebeurt. Goed gedaan. Yvonne, die zegt, ons geluksmomentje, die beleef ik elke dag met mijn lieve Turbo. Er gaat geen dag voorbij of ik beleef wel zo'n moment. Komt elke dag wel even heerlijk tegen me aan liggen om een knuffel te halen. Hele aandoenlijke foto's en ook die onderste, dat hij echt zo aan het kijken is terwijl je aan het wandelen bent, is een fantastische foto. Titia Rosema die zegt, ik wil een beetje aandacht. Foto 1 en foto 2 is de grote niet-helper. Je weet namelijk nooit of er een lekkere vaatdoek in de wasmachine verdwijnt. Ja, dat weet je maar nooit. En dan moet je natuurlijk wel de allerlekkerste stinkvaatdoek eruit halen. En daarmee rondlopen en die vervolgens als hond verstoppen in een hoekje waar je nooit meer achterkomt. Totdat je denkt, waarom ruikt het hier naar dode muis? Zoiets. Heel erg leuk vastgelegd als je hond dat inderdaad doet. En dat is ook zo leuk van die smartphone. Die heb je altijd bij je. Je hoeft hem niet uit de kast te halen of op te laden of een nieuw kaartje in te stoppen. Je pakt hem en je kunt die dagelijkse dingen vastleggen. Ineke die zegt, onze geluksmomentjes met Scott. Scott kreeg met 13 jaar een ongelukje in de tuin, waardoor het oogje helaas verwijderd moest worden. Hij is gelukkig hersteld en mocht nog bijna 16 jaar worden. Zo blij dat ik deze momenten heb vast mogen leggen. Laatste foto neemt Sheila afscheid van zijn broer. Heel aandoenlijk en verdrietig ook. Ik zag meer foto's in de groep ook waar afscheid genomen wordt. En dat is natuurlijk best wel indrukwekkend. Eerste foto, typisch Hollands plaatje.
Erg leuk gedaan met die molen op de achtergrond. En ook het contact tussen jullie bij de tweede foto is heel mooi weergegeven. Patricia, die zegt, wij hebben onze Noor uit het asiel gehaald. Volgens mij is mijn hond, een van de twee honden, iets heel erg aan het onderzoeken in de gang. Als het geluid aan blijft, moet ik even gaan kijken. Ja, één klein momentje. Ik ben zo terug. Momentje. Zo, ben ik weer. Ik ben erachter wat hij aan het doen was. Ik had vandaag nieuwe schoenen gekocht. En de papieren tas en de lege schoenendoos, gelukkig, die zijn nu versnipperd. Dus dat scheelt weer heel veel werk straks om in het papier te kallen. Het kost wel heel veel werk om het in de papiercontainer te krijgen. Maar het scheelt wel heel veel ruimte. Dus dat is het geluid wat ik hoorde. Ik denk al, er gaat iets helemaal niet goed beneden. Maar gelukkig was het alleen maar papier en karton. Zo, een beetje buiten adem van het trappenrennen. Nou, tijd voor een slokje water. Iemand zegt, dat ben ik regelmatig tijdens meetings vanuit huis. Eén momentje, ik moet heel even... En Jill zou dat ook niet doen. Het is echt Storm die dat dan doet. Het was echt al in 100.000 stukjes. Dus Storm wil ook een geluksmomentje. Ja, klopt. Haal ze erbij. Ja, ze kunnen niet zo goed de trap oplopen hier. Dus dat wil ik eigenlijk voor hun heupen ook eventjes zo houden. Nou, bedankt voor jullie geduld. Ik ga weer verder. Ja, het is allemaal live. even kijken hoor. Waar zijn we gebleven? Bij Patricia. Wij hebben onze Noor uit het asiel gehaald toen ze 2,5 jaar was. Nu is ze 5. Een hondje overal bang voor, vooral op straat. Maar altijd zo enthousiast als we thuiskomen. Helaas houdt ze niet van wandelen en spelen. Wat ze het liefst de hele dag doet, is onder dekentje slapen en bij je liggen. Liefst op haar rug, zodat je haar buik kan aaien. Daar vraagt ze ook echt om met haar pootjes. Dat zijn voor mij de geluksmomenten. Ze laat je geen moment alleen. Zelfs het wc-bezoek moet ze erbij zijn. Ah, dan heeft ze heel erg veel steun aan jou, denk ik. Dus ze is heel mooi terecht gekomen. En wat naar voor haar dat ze in het asiel heeft gezeten. En natuurlijk hele aandoenlijke foto's, Patricia. Angelique die zegt, van Demis heb ik foto's gemaakt. Zij is de speurde snuffelkont van de twee en ook de strontvreter. Vandaar de muilkorf. Ja, dat is best wel goor als ze dat doen. Heel soms doet Jill dat ook. En dan denk ik echt, nee. Maar ja, dan was ik zelf te laat. Ja, en dan heb je een lekker gebakje daarna. Dus goed gefotografeerd. Als je een riem op de foto hebt, dan kun je hem inderdaad het beste vanuit de hoek laten lopen. Zodat je aandacht meteen gaat naar het onderwerp. Amy zegt, les 4, geluksmoment tijdens het thuiswerken. Even lekker naar buiten. Ja, je hond zit daar heerlijk op de trap. Op een soort dijkje, zeg maar. We zien dat het mooi weer is. Hartstikke leuk en heerlijk om inderdaad tijdens het thuiswerken ook naar buiten te kunnen. Astrid die zegt, elke dag vele geluksmomentjes, van 's morgens vroeg wandelen op de hei, samen zwemmen op vakantie, die smekende blik als ze wil spelen, tot heerlijk samen op de bank. Volgens mij heeft zij een heerlijk leven als ik dat zo zie.
Tamara zegt, hier word ik altijd gelukkig van als onze harige kind compleet ontspannen geniet van een middagdutje. Ja, oh, en dan denk je, oh, ik zou er wel even lekker bij willen liggen. Echt heel schattig, ook met die kop scheef zo. Het is wel vaker dat honden vinden het lekker om een soort steun te hebben. In ieder geval Jill wil ook altijd de kop ergens opleggen. Rieneke die zegt, gisteren al donker toen ik wou gaan oefenen, dus dan maar vandaag foto 1 gewoon en foto 2 omhoog gekanteld. Heel goed gedaan, Rieneke, een groot verschil. Sowieso ook in standpunt, hier kunnen we niet zien waar je hond naar kijkt en hier zien we duidelijk waar je hond naar kijkt. En via die bomenlaan en dit pad vragen we ons dan af, wat gebeurt daar? En ook de belichting is anders. Hoe komt dat ook alweer? Foto 1, foto 2. Waarom is foto 1 te licht? Hoe komt dat? Laat even weten in de reacties. Vitamine D. Nee, dat is niet het juiste antwoord over de fotovraag. Donker gras en boompjes. Ja, hier is het alleen gras, hè? Hier zien we even geen boompjes. Tegen het licht ingemaakt, ja, ook een beetje. Maar inderdaad, hier ziet de camera ziet veel donker, dus die dacht ik moet de foto alvast wat lichter maken. Daardoor komt dat. Volgende vragen, goed meegedacht allemaal. Volgende vraag, de volgende foto bedoel ik. Heerlijk in het zonnetje achter het huis. Ja, ik kan me voorstellen ook als je geen vacht hebt dat je eventjes wil opwarmen. En dan ook op zo'n lekker schaapachtig kleed. Ja, fantastisch, windstil. En dan ook bij de laatste, de kat er nog bij die denkt, daar kan ik ook wel van genieten. Wat een geluksmomentjes. José zegt, Charlie, mijn geadopteerde Italiaan. Ik heb hem nu een half jaar, maar hij geeft me zo vaak geluksmomentjes. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan heeft hij een heel mooi huis gekregen, bij jou mooi thuis gekregen, als hij geadopteerd is. En ik weet niet wat hij hier aan het doen is, maar volgens mij lijkt het alsof hij de jas heeft gepakt of eronder lag. En moet je dat kopje nou zien en die oogjes. Wat fijn dat hij zo'n goed huis heeft gekregen. Er is een vraag van Maureen Hatjes, die vraagt, kan ik de live-uitzending van zaterdag zondag nog terugkijken? Ja, tot en met zondag kun je alles terugkijken en daarna stopt het echt. Dus zondagavond 10 uur gaat alles offline. Deze minicursus heeft het begin en een eind. Dus dan is het over met de lessen. Als je doorgaat naar de vervolgcursus, heb je als bonus extra weer toegang tot deze lessen. En natuurlijk 100 hondenfotografie lessen. Ellie, die zegt geluksmomentjes. Doortje bij mij op schoot. Ze is geen koeler, dus dit is zeldzaam. Tweede foto, haar voetje als ze ligt te slapen met haar pootje achteruit. Ik vind dat altijd zoiets ontroerends hebben. En foto 3 heb je op het voetje scherp gesteld om de kussentjes beter uit te laten komen. Heel goed bezig, Ellie. En ontzettend aandoenlijk. Ina die heeft ook geluksmomentjes met Foppe, met zijn flaporen, rennend in de wei. Femke met haar kippie. Nou, ik zie hierachter ook nog iemand zitten, dus dat is heel erg grappig. En hier inderdaad een gezellig kippetje. Ja, en ik weet niet of jullie honden ook bepaalde voorkeuren hebben voor speeltjes, maar Storm wisselt altijd af. Het is, de ene week is het de schildpad, andere week is het de wolf, dan is het de panda weer. Nou ja, zo wisselt dat zeg maar af. En soms is in één keer het bordje interessant en dan kan hij er zomaar eens weken niet naar omkijken. Jolanda die zegt, sta vaak voor verrassingen wat dit monstertje nu weer uitspookt. Eigenlijk zijn dat net als de knuffelmomenten mijn geluksmomenten. Ja, ze doen ook wel eens dingen die niet zo leuk zijn inderdaad. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. En leuk dat je dat ook vastlegt, maar ook dat je het ziet toch wel als jouw geluksmomenten. Mariska, ik vind die eerste foto hilarisch. Het kiezen was wel erg moeilijk. Zelfs als spelen iets te hardhandig wordt, blijven ze leuk. Ja, hier word je flink, flink in je pols wordt er geknabbeld. Maar dit is ook een erg leuke foto. Sarah die zegt altijd aan mijn zijde, gelukkig
geluk en gelukkig zijn zit in kleine momentjes. Heel erg mooi gezegd. En dat is maar net zo. Als je geluk iets ziet als wat heel ver weg zit, dan voelt het als onbereikbaar. Terwijl om je heen dagelijks kun je ook mooie dingen zien. Al zijn het maar hele kleine dingen. Ik heb zelf ook wel eens dat ik ze niet zie. En dan word ik er ook wel weer op gewezen door anderen. En dan denk ik, oh ja, het is inderdaad, het zit hem ook echt wel gewoon lekker in het zonnetje. Eventjes genieten. Het zit hem in die blik van je honden of samen met vrienden even iets doen. Dus geluk zit hem gewoon in kleine momentjes. Woutera die zegt, ontzettend veel geluksmomenten met onze Boet. Ik ben zo blij met hem. Ja, kijk, hier hebben we, zien we wel wie de meest gekleurde sokken heeft. Hele leuke kleurrijke foto vind ik dit. Dus van deze serie vind ik dit de meest interessante foto om naar te kijken. Hartstikke leuk gedaan. Trudy die zegt, de dag samen starten met een ochtendwandeling. Wat is de natuur toch prachtig. En tussen de middag alvast naar de zwemvijver bij de Wiel. Lekker rennen en zwemmen. Daarna bij het vrouwtje op thuiskantoor relaxen. Ik ben heus niet moe. Oké, ik ben wel moe. Wel trusten. Leuk, Trudy. Mooi om je dag zo weer te geven. Dan Bianca, even met de focus op neus en even spelen met licht. Goed gedaan. Je hond is in de rechte foto best wel donker, want die heb je in de schaduw gezet. Dat is natuurlijk hartstikke goed om je hond in de schaduw te zetten. Maar als daarachter meteen veel zon is, ja, dan gaat de aandacht eigenlijk naar het lichte gedeelte in de foto en minder naar je hond. Dus ik zou in dit geval even als extra tip, had ik de hond in de zon gezet. Dit is ook een hele grappige look die hij heeft, die volgens mij typisch bij hem hoort. Dus misschien kun je daar nog een detailfoto van maken als leuke herinnering aan zijn snoetje. Maaike, die kreeg een heel leuk appje, een appje van haar dochter. Op de foto is een grote plaskuil op de grond te zien. Ja, hier zien we hem. En zij schrijft, ik vergeet soms dat ik niet zomaar een banaan kan eten. Met als antwoord, het doekje op de vuilnisbak is hier speciaal voor bedoeld. Nou, dus dit komt vaker voor. Erg leuk om dat vast te leggen als dat inderdaad typisch bij je hond hoort. Simona, die zegt, geluksmomentjes. Ja, echt hele aandoenlijke momentjes. Lekker in het zonnetje, lekker op de bank aan het slapen en samen aan de wandel. Ik wilde nog eventjes een aantal mensen, we gaan zo verder met deze foto, welkom heten in de vervolgcursus. Want er zijn weer nieuwe aanmeldingen bijgekomen sinds gisteren. Jullie krijgen natuurlijk direct toegang ook tot de online training en tot de groep. Zorg dan even dat je vrienden wordt met Saskia van Honden Fotograferen. Dat ben ik. Leuk dat je meedoet. Dat zijn Jolie, Toos, Saskia, Lydia, Dorinda, Conchita en daarbij gekomen Simone, Marianne, Anje, Annelies, Mijntje, Francine en Yvonne. Heb ik dat goed gezegd? Ik zie ook nog Esther staan, maar het staat een beetje gek in mijn scherm. Ja, Francine en Yvonne. Dus hartstikke leuk dat jullie je al hebben aangemeld voor de supergave vervolgcursus met die meer dan 100 lessen. En denk er even aan, die aanbieding die loopt echt tot en met zondag. Daarna is die niet meer beschikbaar. Dus je kunt nu voordelig instappen met de mensen ook die hier vandaag, die deze week ook meedoen. Dus ben je gek op je hond? Vind je het gaaf om al die momenten vast te kunnen leggen in elke situatie? Of het nou donker is, of licht, of rennen, of portret, wat dan ook. Kijk dan eventjes op die link en meld je aan voor het vervolg. En dan help ik jou echt nog mooiere foto's te maken van je hond en alles om je heen. Dus hartstikke tof dat jullie meedoen. Zijn er vragen over die vervolgcursus? Of zijn er andere vragen? Zet dan eventjes 3 vraagtekens voor je vraag. En dan kan ik je zo dadelijk antwoord geven. Nou, wat voor mij een geluksmomentje is, is dit. Jill en Storm en dan met onze pootjes in het zeewater. Oh, heerlijk. Dat is echt fantastisch. Zeeland vind ik geweldig. Texel vind ik geweldig.
Echt even tot rust komen met de honden en dan genieten van dat zeewater. En of het nou winter is, maakt me niks uit. Toch maar gewoon lekker met de voetjes erin en dan gewoon weer gillend uit dat water rennen. Wat voor mij een waardevolle foto is, wilde ik nog even laten zien. Dat is deze van Woody en Maxi. Die zijn er dus allebei niet meer. Deze foto is gemaakt ook met de iPhone 4. Heel lang geleden, dat is zeg maar vroeger, nog net niet de vorige eeuw, maar met de iPhone 4. Maar een hele dierbare foto voor mij, omdat dit typisch Woody is. Woody is de golden retriever boven in de foto. Hij kon zo heerlijk op bed, zo echt zo, liet hij zich vallen, deed hij een halve koprol. En Maxi was wat meer nieuwsgieriger en afwachtender, maar heel goed in speuren. En hier had ik de speeltjes, deze nijlpaard, die hebben we dus nog steeds. Hier had ik de speeltjes gewassen. Ja, en dat rook natuurlijk allemaal veel te lekker. Dus dat moest daarna het hele huis doorgesleept worden. Maar dit is voor mij een hele dierbare foto van Woody en Maxi. En ik heb echt spijt van dat ik te weinig foto's heb gemaakt van die dagelijkse momenten. Ik heb foto's van portretfoto's. We hebben een hele grote foto van Woody in de slaapkamer hangen. Waar hij aan het zwemmen is hier in Wageningen. En ik heb een hele leuke foto van Maxi opgehangen op canvas. Maar dat zijn dan toch foto's die wat meer geposeerd zijn. En wat meer vooraf van oké, ik neem mijn spullen mee. En ik ga dadelijk dat en dat doen. Dat is toch anders dan dit soort momenten. En ik weet, deze foto is fototechnisch zou ik nu echt denken. Oh Saskia, serieus, wat heb je gedaan? Hè, het is echt een kiekje. Een snapshot, maar hij is ontzettend waardevol voor me. Dus het overlijden van Woody heeft ervoor gezorgd dat ik met honden fotograferen ben begonnen. Dat jullie allemaal in deze gratis mini-cursus zitten. Omdat ik jullie allemaal een kans wil geven om alvast een start te maken met het maken van mooie foto's. En voor iedereen die door wil gaan, hè, is er natuurlijk ook de mogelijkheid om door te gaan met dat hele leuke vervolg. Nou, dat nog even kort over waarom ik dit doe en wie de aanleiding zijn. Voordat wij hier allemaal eigenlijk nu met hondenfotografie met je smartphone bezig zijn. Zijn er al vragen binnengekomen? Je bent misschien nog niet toegekomen aan het accepteren van vriendschapverzoeken. Ja, bijna iedereen wel, maar heb je eind van de middag aangemeld dan niet, omdat ik ook deze hele live presentatie en uitzending aan het voorbereiden ben. Dus dat klopt. Één keer per dag accepteer ik iedereen. Staat ook in de mail hè, dat je binnen één dag wordt je toegelaten tot uitgenodigd voor de groep. Dus dat komt helemaal in orde. No worries. Geen zorgen. Ik ben ook gewoon dit aan het voorbereiden natuurlijk. Dus dan ik kan heel goed multitasken hoor, maar tot op beperkte hoogte, zeg maar. Even kijken. Iemand zegt misschien een idee om het samen te doen. De vervolgcursus, dat kan niet, want de inlog zit echt op één persoon en het is voor één iemand bedoeld en je mag het ook niet delen met anderen. De prijs is echt heel erg goed, de aanbieding is heel erg goed, je krijgt heel erg veel. Ook met mijn persoonlijke begeleiding met de live uitzendingen, dat kan dan niet nog een keer onderverdeeld worden onder twee personen. Dat is gewoon echt niet de bedoeling. Niet omdat ik het je niet gun, maar andere mensen betalen ook dat bedrag voor hun eigen toegang. Dus dat kan niet. Dus je kunt het niet delen met iemand anders. Inderdaad, Dorinda zegt misschien niet fototechnisch goed, maar waardevol. Inderdaad, dat is heel belangrijk. Elke zegt, komen er ook tips over bewegende honden vastleggen? In de vervolgcursus gaan we in over op actiefotografie. Dus in deze mini-cursus krijg je al heel veel. Ik zeg wel heel veel. Maar je krijgt al veel lessen en tips en live uitzendingen en feedback en dat soort dingen. Dus in de vervolgcursus krijg je actiefotografie. Dan gaan we door naar de vragen zie ik zo wel binnenkomen naar de foto van, waar zijn wij gebleven, van Simona. Simona moet ik zeggen. Ik zal mezelf eventjes klein in de hoek frummelen. Daar, geluksmomentjes, die hebben we net gehad. Even een slokje water.
Eigenlijk bestaat deze week uit geluksmomenten met al die hondenfoto's die de hele dag voorbij komen. Maar als ik thuis kom en ik zie dit, moet ik toch wel even gniffelen. Nou, ik moest er ook om gniffelen, Suzanne. Zo is Nora in haar element. Of vooral door de reden waarom ze eruit ziet als een varkentje. Ze heeft heerlijk met een andere hond gespeeld op de akker. Nou, succes met schoonmaken. Gelukkig zijn het alleen de vier pootjes. Erg grappig. En als je er meteen ook door huis laat lopen, dan heb je een heel mooi patroon meteen door je huis van hondenpootjes. Erg grappig. En ze kijkt ook compleet onschuldig op de foto. Erg leuk dat je dat hebt gefotografeerd. Bernadette, die zegt genietend van het najaarszonnetje. Nou, heerlijk in het zonnetje met deze jongen en meid die daar ook van genieten. Leuk gedaan. Hier kom je waarschijnlijk vaker, dus dan is het goed om daar ook een herinnering van vast te leggen. Lisette zegt, mijn geluksmomentjes samen met haar overal heen. Ja, en wat is nou de toevoeging aan deze foto? Vraag aan jullie. Wat is nou de kers, zeg maar, op de appelmoes van deze foto? Laat even weten in de reacties. Ik ben benieuwd hoe jullie naar deze foto kijken. Dus kom maar op met jullie het open raam. Ja, dat is inderdaad ook een toevoeging, maar ik bedoel iets anders. Ja, dat pootje. Anje zegt dat pootje, Mandy zegt dat pootje, Elise zegt de diepte, dat ook. Maar de toevoeging is echt dat pootje, zo van ik wil er heel graag uit. En dan zitten die teentjes, die zitten ook zo om dat raam heen geklemd. En dan heel mooi met tegenlicht, waardoor er een randje overheen zit. Dus erg leuk gedaan. Iemand had zelf de zwarte rand weggehaald. Ja, dat zou kunnen. Maar de toevoeging is toch echt wel dat pootje. Oké. Dan gaan we naar Eunice. Die heeft geluksmomentjes als we Koekjesman zien. En volgens mij kijk jij nu ook live. En de Koekjesman die zit dagelijks of zo op dat bankje. Ik denk dan, wie is de Koekjesman? Dat is denk ik iemand die heel erg van honden houdt en dus koekjes mee heeft. Net zoals onze postbode. De honden weten al, als de bus stopt, weten ze gewoon al, er komen koekjes aan. FaceTime met het vrouwtje en apporteren next level. Ja, dat is heel goed. Niet de bal, maar gewoon de ballenwerper terugbrengen. Hartstikke leuk dat je deze geluksmomentjes hebt vastgelegd. Even kijken, ik zie dat we een aantal reacties nu gaan over bewindvoering en inkomstenbelasting en dat soort dingen. We zitten in een live uitzending over hondenfotografie, dus je doet mij een groot plezier om mij niet af te leiden. Want al de reacties komen bij mij in beeld en ook om andere mensen niet af te leiden. Laten we het even hebben over hondenfotografie, want daar gaat deze live uitzending over. Dank u. Chris, die heeft geluksmomentjes. Op foto 1 en 2 waren we lekker aan het wandelen in het bos. Molly is dol op balletjes en had toevallig in de struiken een tennisbal gevonden. Er is in Wageningen ook een hond die, zeg maar, die verstopt de ballen in het bos. En Storm die vindt die ballen dan in het bos. Volgens mij hebben die een pact gesloten. Dus misschien is dat bij jou ook wel zo, Chris, dat in jouw bos honden ballen verstoppen en jouw hond die zoekt ze dan weer. Ze was zo blij met het balletje dat ze hem de hele wandeling vasthield. Op foto 3 ligt ze heerlijk tegen me aan te slapen. Top. Dan Yvonne. Ah, wat een aandoenlijke foto, hè, die eerste. Geluksmomentjes, daar horen alle huisdieren bij. Ik kan enorm genieten van Morgan, zijn knuffeligheid, het samenspelen met andere honden. Van onze dame op leeftijd Mello. Genoten van onze overleden honden die boven de mand hangen. En natuurlijk ook van de poes Eleven, wat zo goed samengaat met de honden. Ik weet niet of ze Eleven heet vanwege, hoe heet die serie nou? Ik ben het even kwijt. Op Netflix heb je zo'n serie en er zit ook zo'n meisje in. Dat heet Eleven, jaren 80. Ik kom er even niet op. Als je het weet, laat het even weten. Maar heel erg aandoenlijk. Dan Yolanda Del Prado. Die was in de escape room. Ik ben heel benieuwd
of je hond jullie heeft uitgebroken, of je op tijd was en of die op de juiste knopjes heeft gedrukt. Dit is Goody ten voeten uit. Als er ergens in gerold kan worden, doet ze dat. Ik ging stro halen. Eerst sprong ze bovenop de strobalen om er vervolgens lekker in te gaan rollen. Ik vind het zo'n komisch gezicht, al dat stro in haar. Ja, het is net alsof ze een driedubbele vacht heeft met stroosprietjes. En dan ook dat kuifje er nog bij. Dus ontzettend aan de Stranger Things. Dank u. Ik durfde overigens niet verder te kijken. Gelukkig heb je een tafel waarop ik haar weer van het stro kan ontdoen. Dit was mijn genotsmomentje van vandaag. Bij ons op het erf loopt Goody altijd met een muilkorf op, omdat ze haar taak als waakhond heel erg serieus neemt. Nou, dan is het wel fijn als er mensen komen dat er inderdaad een muilkorf op is. Maar typisch Goody, dus heel erg goed dat je dit hebt gefotografeerd. Eigenlijk zou je, zit ik te denken, misschien ook nog eens een foto maken dat ze dan echt helemaal op en door die stroopbalen rolt. Dat lijkt me ook wel een hele leuke foto. Dan hebben we Yvonne. Pleun in de bakfiets. Nou, moet je eens kijken. Helemaal trots. Alsof ze zelf net de Tour de France heeft gereden. Van kijk mij eens even in deze toffe bakfiets. En dan ook Yvonne, jij er trots achter. Kleuren blauw die van het scherm afspatten. Hartstikke leuke foto. En jullie hebben denk ik een heerlijke tocht gehad. Annette die zegt, geluksmomentje, ik kan niet kiezen. Foto 1, Babs met baasje. En foto 2, dat lachje. Dat lachje is wel een beetje een creepy lachje. Maar hij maakt me wel aan het lachen. En dit is een hele aandoenlijke foto. Hey, even een vraagje aan jullie. Wat is nou een moment dat je zegt, ja, dat is typisch mijn hond. Schrijf het even in de reacties. Wat is nou echt typisch jouw hond? Wat doet geen andere hond behalve jouw hond? Dus als je over 10 jaar, dan zit je ergens gewoon op het terrasje of zo. En dan zegt iemand, goh, wat was nou typerend voor jouw hond? Wat zou je dan zeggen? Ik ben heel erg benieuwd even naar de reacties. Kom maar door, want ik ben heel benieuwd hoeveel verschillende honden en karakters er zijn. Als ik het van Jill moet zeggen, dan is het toch wel stabiel. Echt een hele stabiele, rustige hond. Het is echt een maatje die naast me gaat zitten. En Storm is echt ook slim. Gekke bekken trekken en hij kan heel goed speuren. Maar dan zeg ik eigenlijk 3 dingen. Hè? En dan denk ik, dat zeg ik eigenlijk al te veel. Nou, zo zie je dus al daar, hè. Zo zie je maar hoe snel je dus op heel veel dingen komt. Samen zingen. Samen zingen? Serieus, wie zegt dat? Samen zingen. Christine. Nou, wacht even. Ben jij van de foto van gisteren dat je hond zo en dat je 2 verschillende had? Zo'n lichtere en een donkere. Laat even weten, want dan weet ik welke foto erbij hoort. Olke loopt mee met teddyberen. Loopt met teddyberen. Hoe meer hij er vast heeft, hoe harder het geluid. Dus teddyberen met geluid. Heb je daar al een foto van gemaakt, Matanja? Iedereen op straat begroeten en maf hallo voor de ramen springen, zegt Zilver. Zilvermoed. Nou, ik zou zeggen, loop een keer langs bij ons. Dan kan die maf hallo voor het raam springen. Heb je daar een foto van gemaakt? Ga ik bij iedereen vragen. Thuiskomen en dan begroeten met een knuffel in de bek. Maak er een foto van. Rondjes draaien als hij een fietser ziet. Echt waar? Oh, maar dan moet je niet langs een fietspad gaan lopen. Want dan heb je een hond die een soort turbocirkels aan het maken is. Graven en hele pollen gras met zijn bek wegtrekken. Wat veel verschillende dingen. Wat krijgen we nog meer? Bonnie huilt als een wolf als ze tijdens een spel een beetje gefrustreerd is. Ach, gossie. Al turend in de verte alles bekijken in zittende positie. Of uren zoomies. 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 Wat is zoomies? Slapen misschien. Wandeling met IKEA-panda in haar bekkie. Daarmee showen. Niemand mag het pakken. Oh, neemt ze die echt mee ook? Maak er een foto van. Zodra ze water zit, zit ze erin. Zeker een flatcoat. Geen idee hoor, of je een flatcoat hebt, want ik zie je naam even niet. Altijd een blij ei, zegt iemand. Clownen. Ik heb een Franse bulldog, dus die kan clownen en scheetjes laten, zegt Miranda. Clownen vind ik leuk. Scheetjes maken laten doe je maar ergens anders. Als ik Isa moet omschrijven, zegt Dorinda, dan zeg ik altijd André van Duin. Een clown in een vachtje. Een knuffel komen brengen als ze trek in eten heeft. Ze wil dan ruilen. Dat is een hele slimme hond.
Als baby in mijn armen liggen tijdens het koelen. Ah, schattig. Huppeltje naar het uitschudden. Moet je kijken, joh. Hoeveel, ik weet niet of jullie hier ook zo van genieten. Ja, ik geniet hier echt heel erg van. Want ik zie dat, ik denk in beelden, ik denk in plaatjes. Dus ik zie nu allemaal honden die een huppeltje maken, met knuffels rondlopen, scheten laten. Die heerlijke in je armen liggen, aan het wandelen zijn, aan het joelen zijn. Geweldig. Ja, praten, als hij iets leuks gedaan heeft en hij komt thuis, dan moet Storm altijd zijn verhaal kwijt. Dan doet hij met allerlei geluiden en tonen. Oh, geweldig, dan moet je er dan natuurlijk weer een filmpje van maken. Dan heb je die geluiden erbij. Basje die zingt ook samen. Happy Dog die gek is met op zoentjes geven. Kukui gaat loeien zodra de kerk gaat luiden en Kato loeit dan lekker mee. Oh, dan zullen jullie elke zondag op tijd wakker zijn. Bonnie is voorzichtig in nieuwe situaties. Neri is heel zelfverzekerd, zegt Saskia. Ik kan je wel een zingfilmpje sturen. Ja, dat is goed. Iets pakken als we thuiskomen. Knuffel, pantoffel, wat dan ook. Als je binnenkomt, lag Bo echt met tandjes. Ah, wat schattig. Ah, moet je kijken, joh. Ik kan er niet bijhouden, zoveel reacties. Nou, dat moet ik straks allemaal even rustig terugkijken. Wat geweldig. Dit is geweldig, wordt er gezegd. Blij worden als het baasje uit de douche komt, want dan krijgt ze altijd snoepjes. Ze staat al te wachten als de kraan open gaat. Oké, hebben jullie hier foto's van gemaakt? Dat zou ik heel graag willen weten. Zo niet doen. Maak er foto's van. 40 kilo bovenop mij komt liggen om te kroelen. Het is wel goed voor je eigen spierontwikkeling, Petra. Hartstikke leuk. Oké, dankjewel voor deze leuke enthousiaste reacties. Wat veel verschillende honden, wat veel verschillende karakters. Leg dat vast met je smartphone, want die heb je altijd bij je. Goed, we gaan naar de laatste foto's en dan gaan we afronden voor vandaag. En kun je je vragen stellen. Dus schrijf alvast je vragen op die je hebt over de lessen van afgelopen dagen. Van vandaag, als je iets van mij wil weten. Of als je nog iets over de vervolgcursus wil weten. Nou, heb je interesse in die vervolgcursus? Daar heb je gisteren mail van gehad. En je kunt ook natuurlijk naar hondenfotograferen.nl/. Ik heb het maar ja genoemd. Beetje saai eigenlijk. Volgende keer doe ik woef. Klinkt veel leuker. Maar daar kun je er alles over lezen. Nou, we waren bij Annette en de schattige, maar beetje creepy tandjes van Babs. Yvette, je hebt ook een hele mooie. Je was op visite bij opa en oma. Lekker spelen op het strand. Ja, dat snuffelen tussen die schelpjes is natuurlijk fantastisch. Dus dit zijn jouw geluksmomentjes. Nou, als ik dan een tip mag geven over de lessen van deze week, dan zou je de foto ook van een laag standpunt kunnen nemen. Met het snuffelen op het strand, waarbij je echt het gevoel hebt dat je samen tussen die schelpjes op zoek bent naar iets. En nog een tipje, eventjes de horizon recht zetten. Hoewel die bijna recht staat, denk ik, maar iets rechter kan wel. Dit zijn natuurlijk duinen, dat is nog even als extra tip. Jinske Storm, die nu ook meekijkt, of in ieder geval vanavond erbij is. Ik kan alle foto's die ik van Tommy bezit posten. Want als we samen zijn, is elke seconde een geluksmoment. De onvoorwaardelijke liefde welke onze hondenvriendjes ons geven, is op elke foto vast te leggen of te herkennen. Hierbij een kleine selectie van vandaag en eerder. Ik struikel een beetje over mijn woorden. Dat komt door al die enthousiaste reacties. Ik zie nog steeds al die honden zo in 100 verschillende, 100 verschillende hobby's voorbij wandelen. Hele leuke aandoenlijke foto's en wat een ontzettend toffe selfie. Joke van Hameren die zegt, ik kwam vandaag thuis uit werk en keek naar de bank en toen dacht ik, zucht, wat een kanjes. De doodle is een hulphond van mijn eerste dochter en de chihuahua van mijn tweede dochter. De tweede foto was toen mijn dochter weer naar buiten durfde met haar hond. Dus die foto is niet van vandaag, maar beide geluksmomentjes. Ja. Dus dit is een hele belangrijke foto voor jou. En ik krijg er gewoon ik krijg echt kippenvel van die foto. Echt ook dat armpje om de hond heen, dat steun zoeken, lekker van je afkijken. Fantastische foto. Goed, heel erg mooi gedaan. En
Wat een gave foto's weer. Nou, ik hoop dat jullie ook zo ontzettend genieten van het fotograferen. Laat het even weten of je plezier hebt deze week. En eens kijken of er vragen zijn. Kom maar door met de vragen. Sarah de Herde vraagt, krijg je ook tips over fotobewerking? Fotobewerking is een aparte online training. En ik heb daar een mail over gehad, die moet ik nog beantwoorden, staat op mijn to-do. Iemand vroeg, ik wil graag beide trainingen doen. Krijg ik dan ook extra korting op fotobewerking? Dat kan. Als je de online training fotografie en fotobewerking samenkoopt, krijg je nog €50 extra korting. Dus ik zal je dat ook terugmailen. Dat komt helemaal goed. En goed dat je dat vraagt. Je kunt beide cursussen volgen. Waarom zijn het aparte cursussen? Nou, omdat ze beide heel erg veel lessen hebben om je stap voor stap verder te helpen. En voor fotobewerking heb je ook in de basis een goede foto nodig. Dus ze kunnen heel goed naast elkaar gevolgd worden. En als je een keuze zou moeten maken, zou ik beginnen met fotografie. Of je doet ze allebei de een ernaast. Want een slechte, verpeste, verprutste foto krijg je niet meer goed. Tenzij je er een Escher van maakt of zo. Dus het is altijd belangrijk om eerst een goede foto te kunnen maken. En daarna zou je een finishing touch kunnen doen met fotobewerking. Dus fotobewerking is in mijn ogen altijd alleen bedoeld, altijd alleen bedoeld, maar zoals ik het doe, is de finishing touch. De basis is echt zelf de goede foto maken. Annemiek zegt, de foto's die je laat zien tijdens de live-uitzending, kies je die willekeurig of moet je die inzenden? Die kies ik willekeurig. Dus ik ga door alle foto's heen van de Facebookgroep. Jullie krijgen ook likes en soms ook reacties en zo. Probeer dat zo goed mogelijk te verdelen. En dan probeer ik verschillende honden, dus allerlei verschillende hondenrassen of situaties, daar maak ik print screens van. En die zet ik in de presentatie voor de live-uitzending. Dus dat is hoe het werkt. Bij de vervolgcursus, want ik weet niet of je vraag daarover gaat of over nu, maar bij de vervolgcursus is het zo dat je zelf een foto instuurt met de vraag die je hebt. En die foto wordt ook gegarandeerd besproken. Dus dit is een gratis mini-cursus waarbij je de lessen krijgt, de live-uitzending, extra tips, je kan vragen stellen. Alles is geregeld, hè, deze week. Maar ik geef geen uitgebreide feedback op foto's. Dat kan gewoon niet. Als je kijkt wat je allemaal al krijgt. In de vervolgcursus is dat wel zo. Dus in de vervolgcursus mail jij mij een foto. Dan zeg je, nou Saskia, ik heb mijn hond gefotografeerd op vakantie in Noorwegen. Maar ik wilde twee foto's erop. twee honden erop. Dus stel je voor dat Jill hier ook was, maar ik wilde allebei de honden scherp. En het is niet gelukt. Hoe krijg ik de volgende keer allebei de honden scherp op de foto? Hè, bijvoorbeeld. En dan bespreek ik dat in de live-uitzending en leg ik je uit hoe je dat kunt doen. Wat zijn de hoofdthema's van de cursus, zegt Elise. De hoofdthema's, dat is een goede vraag. Dit zijn de hoofdthema's. Ik zal mezelf even wegdoen. Dus je gaat natuurlijk, moet je even weten hoe je smartphone werkt. Je gaat spelen met licht, want zonder licht heb je geen foto. En licht, daar zijn echt veel lessen van, want licht bepaalt de sfeer van de foto, of een foto lukt. Dat is heel erg belangrijk. Dus om dat onder de knie te krijgen, laat ik je in hele leuke video's zien, zodat je stap voor stap daar steeds beter in wordt en ook situaties gaat herkennen van, oh ja, dat is heel mooi licht, daar kan ik echt zo en zo een foto van maken van mijn hond. Of als je hond gewoon lekker aan het wandelen is, dat je lichtsituaties ook herkent. Bijvoorbeeld, ik zal even kijken of ik snel een foto kan laten zien met wat ik bedoel. Dat is dan deze. Je bent aan het wandelen in het bos. Dat gaat niet helemaal goed. Ik zit het weer helemaal verkeerd te doen. Sorry mensen. Je bent aan het wandelen in het bos. Je hond is gewoon zijn eigen ding aan het doen. En hoe maak je dan een sfeervolle, goede foto? Nou, ik zal je zo de foto laten zien. Hij is aan het uploaden. Je leert anders kijken. Dus je gaat veel meer details zien. Je gaat originele foto's maken. Niet allemaal dezelfde
foto's die iedereen al doet, maar op een andere manier gevarieerd, zodat je echt een compleet beeld hebt van het leven van je hond en dat op een goede manier en interessante manier gefotografeerd. Spelen met scherp en onscherp, heel erg belangrijk om natuurlijk scherpe foto's te maken of onscherp als je graag onscherpe foto's wil. Bijvoorbeeld een mooie waterval waarbij je een dromerige waterval op de foto wil in plaats van dat al het water scherp is. Actiefotografie, heleboel soorten actiefotografie, van spelen, binnenspelen tot balletjes vangen, koekjes vangen. Van voren, van links naar rechts. Ik wou zeggen onder naar boven, maar dat is niet zo goed voor je hond. Dus daar krijg je ook alles, alle lessen over. Ook bijvoorbeeld bij zonsondergang actiefotografie. Portretfotografie is dat je kunt een foto maken met dat je hond poseert. Maar ook portretfoto's maken zonder dat jouw hond poseert. Want niet elke hond vindt poseren leuk. Creatief fotograferen. Nou, doe eens wat anders dan wat andere mensen doen. Daar heb je ook allemaal lessen van. Composities. Hoe je in de herfst mooie foto's kan maken. De herfst zit er aan te komen. En je krijgt feedback van mij via de live. En je kan persoonlijk een mail sturen met feedback. En je kan je medecursisten ook om hulp en raad vragen. Nou, dan ga je van toevalstreffers en kiekjes naar bewust goede en mooie foto's. Dus dat is het antwoord, Elise, op jouw vraag. Dus hier binnen deze hoofdstukken, modules, daarbinnen zitten dus die 100, meer dan 100 lessen. De foto die ik bedoelde is deze. Dit is een foto van Storm. Deze is al, nou, 4 jaar oud, denk ik zo, aan zijn tuigje te zien. En waar het dus om gaat is, als je aan het wandelen bent, en het doet zich zo'n situatie voor, dat je weet hoe je zo'n foto kunt maken. Dus hoe kun je nou als er licht is en schaduw toch een goede belichting krijgen? Hoe zorg je ervoor dat je het verhaal vertelt met je foto? Hoe zorg je ervoor dat je hond toch scherp op die foto staat, terwijl je eigenlijk maar 1 seconde hebt om deze foto te maken? Want Storm is natuurlijk al lang weer iets anders aan het doen. Nou, dat leer je dus tijdens de online training, omdat ik jou stap voor stap in Jip en Janneke taal helemaal daarin verder help. Even kijken. Is de cursus alleen hondenfotografie of allerlei onderwerpen? De cursus is gericht op hondenfotografie, maar alles wat beweegt kun je straks ook fotograferen. Je gaat anders naar de omgeving kijken, dus je mag ook de lessen gebruiken natuurlijk om andere dingen te fotograferen. En er zit ook een extra Facebookgroep bij, als je dat leuk vindt, wat gericht is op smartphonefotografie zonder de hond. Hoe vaak is de live in een vervolgcursus? Die is minimaal 1 keer in de maand. Je kunt ervan uitgaan dat die sowieso 1 keer in de maand is. En dat is ook gewoon een goed ritme om die live uitzendingen te geven. Want op die manier kun je oefenen. En je kan natuurlijk ook nog feedback insturen. En ik kan jou via die live verder helpen. En dan kun je weer oefenen en vervolgens weer je vraag stellen. Heb je voor fotobewerking een betaalde app nodig? Ja, je hebt een paar betaalde apps nodig en dan ben je in totaal ongeveer 10 euro kwijt aan apps. Niet voor de fotografie, alleen voor fotobewerking. Even kijken hoor. Zijn er nog meer vragen? Loop jij heel de tijd met je telefoon in de hand tijdens de wandeling? Nou, nee. Maar als ik samen met Robert loop, merk ik dat ik wel veel bezig ben met fotografie, omdat ik overal van alles zie. Dan zeg ik, oh ja, mooi bloemetje. Vandaag bijvoorbeeld zag ik 3 zonnebloemen in het tegenlicht, waarbij 2 zonnebloemen waren nog geel. En 1 zonnebloem die hing echt een beetje sneu al naar beneden. Van, ik heb het opgegeven, ik ben al leeg gegeten, blaadjes ook weg en zo. Dus toen dacht ik, oh ja, hier moet ik een foto van maken. Dat is echt het einde van de zomer. Nog 2 staan er nog rechtop van, ja, het is nog zomer. En eentje hing al heel sneu. Dus dan heb ik een foto gemaakt ook van die sneuwe zonnebloem voor het tegenlicht. En die andere 2 zitten niet voor het tegenlicht, zeg maar. Ja. Dus ik ben wel heel erg veel aan het fotograferen. Ik vind dat heel erg leuk om te doen, natuurlijk. Ik loop niet continu met mijn smartphone in de hand, omdat ik natuurlijk ook gewoon met Jill en Storm lekker aan het wandelen ben. Dus ik probeer wel daar een balans in te vinden. Want het is natuurlijk niet leuk als je continu alleen maar op je smartphone aan het kijken bent. Hè? Dus dan heb je geen contact meer met je honden. Dus ik heb hem wel bij de hand.
En ik zorg ook altijd dat ik hem heel erg snel kan ontgrendelen. Dat ik de instellingen goed heb staan, zodat ik weet, ik kan meteen een toffe foto maken. En omdat ik natuurlijk heel veel heb geoefend en nog steeds oefen, want niemand is ooit uitgeleerd, ik natuurlijk ook niet, door steeds te gaan oefenen, mijn muis zit nu andersom, wat wou ik nou zeggen? Ik weet het niet meer. Oh ja, omdat je dan straks die lessen hebt en je gaat stap voor stap ermee oefenen, word je ook steeds beter. Dus je gaat veel sneller situaties herkennen om vervolgens daar gewoon de perfecte foto mee te maken. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. Dat ga je niet, als mensen je geen feedback geven en hulp geven om de goede kant op te gaan, ook niet met van het vasthouden tot je smartphone tot belichting, ja, dan blijf je hangen en dan zul je niet verder komen in fotografie. Dus daarom vind ik het ook belangrijk. Die muis die gooi ik een keer uit het raam. Daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je mij gewoon, zeg maar, kunt bereiken. Ik ben niet iemand die denkt, weet je, ik verkoop een online training en daarna zoek je het maar uit. Zo werk ik niet. Ik wil echt contact hebben met jullie als cursisten. Net zoals deze live-uitzending is dat ook in de vervolgcursus zo. Als je een vraag hebt, dan beantwoord ik die in de live-uitzending om je daar echt verder mee te helpen. Dat is wat ik wil. Ik wil niet iets verkopen om het verkopen. Ik wil heel graag dat jullie geen spijt hebben van het niet maken van foto's. En dan wil ik nog graag dat je echt nog mooiere foto's maakt. Dat is mijn motivatie. Dus daarom is het geen online cursus waarbij je denkt, nou, ik heb een inlog en je hoort nooit meer iets van Saskia, zeg maar. Dat is niet zo, omdat ik daar zelf ook niet van hou. Zo, ik was weer lekker aan het uitweiden. Maar ondertussen heb ik dus even die zonnebloemfoto van vanmiddag geüpload. Ik wou gaan zeggen gedownload, maar dit is dus de foto die ik net net voordat we de live begon tegenkwam tijdens de wandeling. Dus hierachter heb je echt de felle zon. Nou, door de zonnebloem precies voor die felle zon te houden en de belichting aan te passen, heb je niet zo'n uitgebeten witte vlek in de lucht. En je ziet door het geel de zon schijnen ook. Je hebt de blauwe lucht en het groen. Dus ja, dit is voor mij eigenlijk het einde van de zomer en het begin van de herfst. Gewoon met de smartphone gemaakt tijdens het wandelen. Dus ja, dat ga je straks ook allemaal zien als je meedoet met de vervolgcursus. Dan zegt, dank jullie wel. Er wordt gezegd, mooie foto, geweldig. Dank je wel. Christy heeft een keer een nare ervaring gehad. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Dus ik weet niet wat er is gebeurd. Maar mij kun je gewoon bereiken als er iets is. Linda die zegt €10 voor de apps eenmalig of per maand. Ah, oké. Okay. Dat is eenmalig voor fotobewerking. Dus niet per maand, dus eenmalig. Dank jullie wel over deze foto. Zijn er nog meer vragen? Ik had verteld dat er ook een hele leuke app is. Nou, op die app kun je dan inloggen ook op de online training. Heel makkelijk. Dus op je smartphone ga je de lessen volgen. En dan heb je ook toegang tot het speakbriefje. En het speakbriefje is alleen maar voor mensen die meedoen aan de online training. En dat is heel handig. Daar heb ik met de cartoons van Jill en Storm een heleboel situaties uitgelegd. Van hoe moet je dat doen? Hoe moet je het oplossen? En om je te inspireren. Dus eigenlijk zijn het, komen er nog 30 lessen bij. Als je het zo bekijkt. Wat zijn de kosten voor beide cursussen in totaal? Ja, had ik net even uitgerekend, omdat iemand in de mail dat ook al vroeg. Ik weet niet of jij dat ook was hoor, Angelique. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat is dan €323 in totaal, inclusief de BTW. Dus als je zakelijk aanmeldt, bijvoorbeeld je hebt een hondenschool of een trimsalon of hondenuitlaatservice, is belangrijk dat je mensen voor- en na-foto's laat zien van een trimsalon of hoe blij de honden zijn. Met je uitlaatservice, dat is heel goed. Hè? Op die manier krijg je ook meer honden om uit te laten, of meer klanten, of meer vertrouwen. Dan kun je de BTW terugvragen. Dus dan kun je nog BTW terugvragen ook over deze cursussen.
Die app, waar je die app kunt downloaden, staat uitgelegd in de online training. Dus die kun je daar bekijken. Zijn er nog meer vragen? Dus de app van hondenfotograferen kun je downloaden via de link in de online training. Even kijken, zijn er nog vragen? Even tussendoor, wat fijn is van de vervolgcursus, is dat je steeds kunt blijven volgen. Net zoals ik dit nu volg en andere vervolgcursus zijn altijd ieder moment te volgen en je blijft van de straat. Wat ontzettend leuk om te horen. Even kijken wie dat is, want dat is iemand die ik dan ken. Want die doet dan mee. Ah, Shandien, ja, zeker. Nou, goed dat je van de straat blijft, Shandien. Maar dat klopt inderdaad, je houdt altijd toegang tot de online training. Dus zijn er mensen die meer informatie hierover willen, dan kan ik dat nu natuurlijk nog even geven. Laat het weten in de reacties en stel gerust ook je vragen. Hè. Ik zit er om vragen te beantwoorden. Ik kan wel heel even de online training laten zien. Dat is deze. Dit is de online training. Als je je aanmeldt, krijg je daar toegang toe. En binnen de hoofdstukken, dus die we net ook hebben besproken, zitten allemaal lessen. Bijvoorbeeld de goed belichte foto's maken, zitten weer 13 lessen in. Portretfoto's, actiefoto's, spelen met scherpte, compositie, standpunt, ideeën, inspiratie. Hoe moet je nou eigenlijk op kwalitatief goede manier je foto's afdrukken? Een leuke eindopdracht. Hoe werkt die smartphonecamera eigenlijk? Nou ja, voor je bedrijf, bonussen. Dus dat zit allemaal hierin. Plus nog persoonlijke feedback die je in kan sturen. Plus nog live uitzendingen. Plus ik hou je altijd op de hoogte van het nieuws. Dus als er nieuwe lessen bij komen, krijg je dat als eerste te horen. En kun je die nieuwe les voor hondenfotografie ook meteen bekijken in de online training. Dus ik zorg ook voor dat lessen weer geüpdate worden. He, dus er komen binnenkort weer nieuwe lessen aan. Nou, die krijg je er dan gewoon extra bij. Nou, als ik bijvoorbeeld een online workshop geef, kun je daaraan meedoen. Dit is voor fotobewerking. Ik zeg wanneer de live-uitzendingen zijn. Ik zeg wanneer de nieuwe activiteiten zijn. Wanneer je leuke mokken kan kopen van Jill en Storm. Nou, je kan het hier zien. Dus ik hou je ook echt op de hoogte, waardoor je eigenlijk soort van ook lid bent, zeg maar, van een community. Dat klinkt altijd weer zo Engels. Maar van mensen die ook gek zijn op hun hond. En daarmee aan de slag zijn. Even kijken. Ja, houd hem vers. Ik weet niet wat ik vers moet houden. Wat grappig, ik zie net dat de horizon op de achtergrond niet recht is. Heb je dit bewust gedaan? Oh, je bedoelt deze foto. Nee, dat zal ik uitleggen. Hij is wel degelijk recht, maar omdat mijn beeldscherm staat schuin. Mijn beeldscherm staat schuin op het bureau. Dus ik moet of deze recht hangen, of ik moet de hele foto recht hangen. Dus de horizon die is wel degelijk recht, maar omdat mijn beeldscherm schuin staat en de webcamera staat ook schuin, hangt hij eigenlijk nu scheef. Dus eigenlijk hangt de foto scheef om zo recht mogelijk in beeld te hebben. Kijk, maar eigenlijk hoort hij dus, hij hoort zo te hangen, maar dan lijkt het weer alsof hij scheef hangt. Maar nu hangt hij dus recht. Dus dat is het perspectief van de camera. Heel goed dat je dat trouwens vraagt. Anders denk je misschien dat de scheve horizon mijn handelsmerk is. Nou, dat is wel het handelsmerk van Roberts Foto's. Dat is echt consequent scheve horizon. Maar ik zorg echt wel voor een rechte horizon. Als er ook een rechte horizon in de foto hoort te zijn. Want foto's hoeven niet altijd een rechte horizon te hebben. Als je de horizon niet ziet en het is niet noodzakelijk voor de foto, dan hoeft dat niet. In een foto met water moet je wel echt een rechte horizon hebben. Want water loopt gewoon niet van de wereld af. En ook niet uit je foto. Dus bij water altijd zorgen, zee en zo, rechte horizon. De safari-cursus, nee, die is nu bezig. Dus dat is ook niet een opvolging van deze mini-cursus. Het vervolg van een mini-cursus is echt de online training hondenfotografie. Dus dat is de vervolgcursus.
Hoe lang doe je over de opleiding? Heb je toegang? Vraagt Christy. Je hebt altijd toegang. En je hebt altijd kun je alles terugkijken. Dus even kijken hoor. Ik heb het hier ook ergens staan. Nou, ik zie hem heel even niet. Maar je hebt voor altijd toegang. En het is geen abonnement. Nou, ik zal het je hier laten zien. Ik heb hem nu wel in beeld. Dit is de pagina waar je je kunt aanmelden. En daar heb ik ook op staan welke garanties je van me krijgt. Dus je leert echt hoe je mooie actiefoto's maakt. Hè, dat je niet meer dat verprutst. Zeg maar, als je geen inspiratie hebt, help ik je aan inspiratie. Hoe kun je nou het echte karakter van je hond vastleggen? Dan ga je, hier heb je voorbeelden van echte klanten, echte deelnemers. Hè. Dit zijn niet foto's die ik heb gemaakt. Dit zijn mensen die meedoen aan de cursus. Nou, en als je de training volgt, kun je dus de mooiste portretfoto's maken van je hond zonder poseren. Je kunt scherpe actiefoto's maken, altijd juist belichten, sfeervolle foto's, spontane momenten vastleggen. Foto's maken waar echt mensen wauw tegen zeggen. Ze geloven niet dat je die met de smartphone hebt gemaakt. Boeiend verhaal vertellen, originele foto's maken in plaats van hetzelfde kiekje wat je overal al ziet. En je voorkomt ook de meest gemaakte fotografiefouten. Dus je foto's zijn altijd goed van kwaliteit. Dan heb ik hier die garantie staan. Meer dan 100 leuke lessen te volgen in je tempo voor altijd toegang. Niet goed geld terug. Je hebt geen technische kennis nodig. Met elke smartphone kun je meedoen. Je krijgt direct toegang. Je zit niet vast aan een abonnement. Dus je hoeft niet nog een keer het geld te betalen. Het is eenmalig. Ik heb echte reviews op Google en Facebook van mensen die echt meedoen. Ik ben de eerste en de enige die de expert is in hondenfotografie met smartphone. Wat altijd een beetje raar klinkt als je dat over jezelf moet zeggen. En ik ben geen online machine, maar gewoon bereikbaar. Dus ik maak de lessen zelf, ik schrijf mijn mailtjes zelf, ik schrijf reacties op Facebook schrijf ik zelf. Ik like. Natuurlijk heb ik ook hulp van mensen, want ik kan niet alles alleen doen. Maar het is echt zoals ik graag ergens anders een training zou willen volgen. Zo heb ik het zelf opgezet. Dus je krijgt 100 euro korting, vraag en antwoord, fotofeedback, nieuwe app, fotocertificaat geprint en ook het lidmaatschap als je dat wil bij de Facebookgroep. Dus dat is het even weer in een notendop. Lang leven het streepje in je scherm bij Samsung. Ja, dat is inderdaad heel handig. Oké, maar Tanja zegt, streepje heb ik nog nooit gezien. Eventjes kijken in de online training, komt het helemaal goed. Nou, volgens mij, en Storm schrijft ook. Ja, dat is ook zo, Storm schrijft ook. Goed, zijn er nog vragen? Anders ga ik afronden. Morgen hebben jullie weer een hele leuke nieuwe les. Denk er ook aan dat je zaterdag nog de extra bonusles krijgt voor het maken van de low-key foto. Als je vragen hebt over het vervolg, mail gerust. En je bent van harte welkom. En morgen gaan we weer een leuke live-uitzending van maken met weer heel veel foto's uit de groep. Tot morgen allemaal en slaap lekker straks. Doei doei!